Label hem! Label hem met doel in! Label, dan kan je hem sturen! Nee, weg, dan kan je hem sturen! Per goal! Hallo allemaal, welkom bij Legends of Gaming. In de vorige aflevering hebben we helaas afscheid moeten nemen van Daniel Lippens. Na een waar FIFA-spektakel. We blijven nog even in de voetbalspellen, want de WK-week is natuurlijk nog in volle gang. Vandaag alpaca-bal met deze drie legends. Yeah. De beste van vandaag met deze game, die is veilig. Degene met de meeste overwinningen en anders het beste doelsaldo na drie potjes. We zitten dus nog in de WK-week en we hebben echt schitterende giveaways. 5 keer een gesigneerd Nederlands elftal shirt, gesigneerd door de selectie van Oranje. Die wil je winnen en die kun je winnen via de Instagram van Legends of Gaming. Even de tweede wedstrijd voorspellen. Ja. That's it. Easy. Simpel. En we beginnen met 1 tegen 1 potjes. 1 tegen 1, battles. Battle! Frank tegen Puk, ben heel benieuwd. Hey, succes. Maar ben je hier ook bondscoach in? Ja, zeker. Klopt. Hij begeleidt het nationale team alpaca-bal. Alpaca-bal? Ja. Oké. Okay. Ik wil ook wel een keer. Jij hebt dit wel eens gespeeld, zei jij. Ja. Maar je moest dit vorig jaar doen voor Let's of Game. Ja, dit is echt een leuk spel. Dit is echt een kutspel. Want je, hebt dus, je kan met je nek zo slingeren. Ja. Maar je slingert de hele tijd de verkeerde kant, dus je maakt heel veel eigen goals. Oké, Dit doet een beetje denken aan. Ben jij klaar voor een wedstrijd of niet? Ik ben kijk eens, komt ie. Wacht even, dit is. Je loopt in je eigen doel. Wacht even, ik weet. Ja, en dan ga je. Ik heb nu door dat ik blauw ben. Ja, jij bent blauw. Top. Ja, oké. Zo! Oh, dit de bal niet. Ja, dat is mooi. Oei. Dit gaat hard, man. Dit wordt weer zo'n slachting als net. Dit is net Levi tegen ja, Daniel. Precies. Ja, dit wordt 11-0. Ja, maar doei. Voor de lichte mogelijkheid. Ja, ik, I know. Oh, ze hebben het ook aan het ene spel. Ja, maar het is... Nee, dit is echt net moeilijk dat je denkt tot... Nou, ik weet niet. Die nekken die leiden echt een eigen leven. Het gaat nek aan nek. Dit is daar. Nee. Ja, die kant op. Oh, wow. Ja, je maakt een heel leuke woordgrap. Ja, nee, leuk. Ja, ik hoorde hem, nee. Maar jij zei net dat jij hier zo heel lang op echt een heel hoog niveau dit hebt gespeeld. Klopt, man. Ik was zeg maar de Levi van alpaca-bal. Ja? Waarom ben je daarmee gestopt? Ja, weet je, op een gegeven moment weet je toch wat anders. En het wereldje, weet je, is heel competitief. Ja. Niet leuk, man. Ja. Ja, sorry, ik ben echt te gefocust hiervoor. Ja, zo! Ja, nee! Nee! Ik kan het! Frank ja, dat hoor ik! Ja! Oh, nee! Ja, ben ik! Oh, geweldig verdedigd! Nee, dit bestaat niet! Jij hebt 3-0, het gaat echt 11-0 worden. Hij weet het gewoon echt gelijk in te takken, joh. Dit is tiki-taka. Ja, maar goed dat Daniel Lippens weg is. Hij had het niet nog een keer aan kunnen zien. Trauma. Nee, maar jij hebt duidelijk iets. Ja. Nou, ik zweer het. Dit is echt niet oké. Ik ben weer ook helemaal... Denk ook aan je doelsaldo, hè? Ja, daar ben ik mee bezig. Oh, hij is rusteloos! Wat is dit? Ja, maar wacht even. Kijk, ik heb net als... Ik ben ook die keeper die Daniel had. Ik heb Courtois. Jij had Courtois inderdaad. Maar wat is dat met dat vraagteken erboven? Wat is dat? Ja, maar ga nou gewoon in de roepen! Ja, maar die nek, ik zweer het. Ja, nee, maar mijn nek doet het niet. Ik zweer het. Ja, recht door zee, ongelooflijk. 4-0. Volledig in controle. Nee, maar mijn nek doet het niet. Nee, ik zweer, dit is van eigen hand. Ja, dit is... Tijdrekken. En nog niet, het lukt me nog niet. Ik heb voor de open goal en het lukt nog niet. Zo. Zijn we allebei nog niet. Ik denk wel dat je nu 5 minuten die tijd hebt voordat hij van Frank hersteld is. Nou, denk je? Oh nee, ja, maar echt, ik zweer het. Ja, nee, jij hebt dit vaker gespeeld. 5-0, is het zo'n dag? Nee, het is nog niet zo'n dag. Maar hij valt je op. We hebben gewoon even één. Ik heb het idee. Ja, maar hoe zo? Zo! Hallo? Ik word ineens heel groot. Oh, je bent gegroeid. Nee. Het tempo ligt bij Frank wat hoger of ja, zo. Ja, ik weet het. Je draait denk ik allemaal ja, ik denk dat Frank iets beter weet wat hij doet ook. Met die nek van hem. Wat is dit? Ja, hou op met me, echt waar. Ik ben weer bewusteloos. Ja, maakt niet uit. Oh, dat rolt iets door. Het is een beetje polo. Polo. Oh, Frank, eentje. Ja!
Maar mijne tellen voor 5, toch? Of niet? Zeker. Of hadden we dat niet afgesproken? Goed voor het doelsaldo. We zijn halverwege de wedstrijd. Ja, Marije, wat valt je op? Wat valt me op? Nou, ik denk dat rood toch redelijk aan de winnende hand is. Kijk hoe lang mijn nek is! Dat is een goede tactiek. Ja? Welke tactiek? Zo in de aanval. Zo, je bent een hele lange slinger op dit moment. Oh my god! Dit is de ultra erectus. Ja, lange nek. Oh, juist! Hoe moet hij aan trouwens? Yo, ik ga een selfie maken met deze. Hij doet het niet. Hij staat wel aan. Dat was wel een lampje. Oh, fuck! Ik dacht echt niet even... Schat een competitie uit! Hij staat aan. Je moet Probeer maar. Hier op het knopje. Optypen. Maar hij doet het helemaal niet. Hij doet het helemaal niet. Nee. Hond, ik wist het. Nee, hond. Ja, wat is hond? Wat is dit dan? Ja, wat is dit? Maar ik... Nee, dat zo, gaat wat een echt spel, niet man. Tom, nee, wacht even. Jij hebt het spel gemaakt, toch? Mm-hmm. Via mijn billen. En die power-ups, hè? Op een gegeven moment kregen jullie een power-up. Je kan hem dan gewoon letterlijk de bal sturen, hè? Hij weet het wel weer. Oh. Ja. Wat? Je kan de bal sturen? Fijn dat jullie dat ons even vertellen. Als hij volgens mij gloeit in toe geel. Ja, maar nu ben ik weer zo'n kleine mini-alpakkers erectus. Wat kan ik dan nu? Oh, beuken, ja, hij is kleiner. Ja, maar ik weet niet, je bent dominant, je bent groot. Wat is... Schiet dan! Je bent al... Schiet gewoon! Ik ben aan het schieten, maar die nek van mij, die wil gewoon niet. Oh! Wee! Die functioneert niet, kijk dan. Oh, ik heb een lepel. Wat is een lepel? Toch idee lepel dat... is dat je hem... je lepelt een nieuwe goal in. Oh, hè? 6-1. Kijk, hij snapt hem. Ja, dit nektje. Ja, dat had ik dat al door. Dat legde ik net uit, Puk. Dat had ik al door. Ik krijg wel een beetje zo'n déjà vu. Wee. Van de vorige aflevering, zeg maar. Dus gaan de collectie in. Ja, kom op. Oh. Nee. Ja, maar volgens mij... Ik zweer het. Leg mij direct even nog een keer die knopjes uit. Want... Wat haal je hem op de hals? Nee. Ja, je hebt die lepel, je hebt die lepel! Ja! Een geweldige lepelgoal! Ik heb een mooie foto's gemaakt. Dit is Koen Weiland, dus presentator. Oh ja, dat doet hij goed, hè? Ja, die presenteert. Heb je deze wel eens gezien, of niet? Ja, die is goed. Ik heb... Vind je dit vet of niet? Een Pokémon kaart eigenlijk. Hij is nog helderder. Ik word inderdaad gewoon verzameld. Hij is nog helderder. Vrees schrik harm. Schitterend. Dank je wel, Marije. Fijn dat jij dit gewoon even... Oh. Oh, geef de bal niet. Nee! Oh, ja! Lekker! Wat handig werkt. Hij gaat er zelf in. Ik hoef niks te doen. Nee, ik ben nog niet helemaal achter wat alle knoppen nou echt precies zijn. Kijk, nu heb ik weer iets. Ik ook niet. Maar wat is dat nou precies? Oh, kijk, ik kan dashen ook. Kijk eens. Maar wat kun je nog meer? Oh, dan kan ik hem nog uitslaan. Ah, oké. Maar wat ben je... Oh, wow! Hey, wat een screamer! Heel goed! Heel dit is insane! Je hebt hem door, dit hoor! Dit zie je niet vaak, dit zie je niet this vaak, crazy, jongens. Man. Wow. Dit is niet oké. Okay. Het spel blijft verrassen. Roberto Carlos! Zo, hé! Nee, dit is niet oké. Okay. Wat heb ik nu? Oh, jij bent... Oh, Puk! Ja, maar kijk! Ja, maar... Echt, je moet even dat ding inzetten wat je hebt. Ja, maar hoe zet ik dit helm? In? Oh. Het is een helm. Zo, jij slaat me echt de partij knock-out. Ja, maar het maakt ook helemaal niet uit, joh. Want ik oh, mijn eigen goal. Ik heb het idee dat je nog niet helemaal achter bent hoe het spel werkt. Nee, nou, dat heb je goed. Ja, weet je, ik doe die ook 9-3. Jongens, dit is een jantje. Het wordt echt weer een... 10-0, hè. Maar leer mij even hoe dit werkt. Oh, kijk, leer mij even één keer uitleggen hoe dit werkt. Ja, daar is hij weer, de erectus. Ja. Compleet afgemaakt. Okay. Heel goed. Dit is een mooie pot. Dit soort potten zie je niet vaak, hoor. Dit zie je niet vaak. Man. Ik zit nog bij te komen van de eerste ronde. Het publiek was de grote winnaar. De erectus van Frank heeft ons heel veel plezier opgeleverd. Het publiek was de grote winnaar. Ja. Nu ronde 2. Hoe blij ben jij dat je je bijna veilig kunt wanen? Nou, ik moet nog even kijken. Want ik had wel het gevoel dat aan het einde jij het een beetje door had. Dat had ik vooral. En Marije die is onvoorspelbaar. Dat blijkt bij GeoGuessr, dat blijkt bij alle spellen die ze tot nu toe heeft gedaan. Het is of bij FIFA bijvoorbeeld weer een kwaliteitsuitslag. Het is niet te voorspellen. Nee. Dus Marije en Puk, ja, ik hou ze in de gaten. Ja, zet hem op. Yeah. Alpaca-bal, wedstrijd 2. Nee. Dit belooft een zinderende wedstrijd te worden tussen twee alpaca's die er zin in hebben. Ja, ik heb al... heel veel voorbereiding gezien van de twee teams en ik kan toch wel echt vertellen dat deze twee mensen, deze twee alpaca's... Oh, ze schieten de startblokken. Kijk, wat een schot gelijk, Oh my god! Zo, hey. Dit is bizar hoor, hé! De toon is gezet! Maar wie was dit? Geen idee!
Puk is blauw. Ik ben blauw, is blauw. Puk staat alweer met 1-0 voor. Helemaal. We gaan gelijk beginnen. We hebben geen tijd om ons op te warmen. Dit is waar je op hoopt te zitten, toeschouwer. En gelijk in aanval. De blauwe alpaca is tot nu toe toch wel de sterkste gebleken in 2 En de rugbyhelm gaat op. Je ziet, het is een ware strijd. Dubbel, triple knock-out. Daar gaan ze weer. Hij is knock-out. Move hem op gelijf. En opnieuw in aanval. En hij gaat Puk op. Oh, niet eens. Weg die bal! En die nek, hè? Dat, kijk die slurf! Oh, alle kanten op! Die slurf! Nee! Die bal die we weer roeren! Marije, die moet toch een andere paasje gaan tappen? Ik heb het gevoel dat we al een minuut naar hetzelfde kansen kijken. Ja, dat is ook! Come on! De bal gaat eigenlijk constant in dezelfde beweging. Oh, daar is weer de... daar is de erectus! Die kan je strepen! Oeh! Oh ja! Die kan je strepen! De Pythagoras! De Pythagoras! Doe bij de Pythagoras! Vinky! Oh, Marije! Is dat dubbel kruisje of zo? Als je bij de bal. Oh! Wat was dit dan? Wat was dit dan? Een strikker! Wat is dit dan? Zo, die erectus valt op de grond! Wat gebeurt hier? Ik weet het niet meer! Marije, kom op! Ja, ik doe mijn best, hè? Niet optimaal gebruik gemaakt van de Pythagoras daar zo! Kom maar! Kom maar! Ja, maar dit is weer die nek! Oh, de lepel! Lepel hem! Lepelen met doel in! Ongelooflijk! De lepel, dan kan je hem sturen! Nee, wegwezen! Dan kan je hem sturen! Perk! Wat een goal! Wat een goal! Perk heeft een goal! Ongelooflijk! Hoe is die lepel in zijn knop? Kijk, knop! Kijk, knop! En er is een paal! Oh, mijn god! Wat is dit voor een wedstrijd, joh! Hoe zet ik dit in? En de mensen gaan los! Dit is niet normaal! Gebruikt Uri Geller nou! Waarom gebruikt ze die niet? Ja, ik denk dat ze niet weet hoe. Eigen doelpunt! Maar het is ook geen eens nodig. Oké, 1-3, 1-3. Ze pakt eraf! Ik maak wel! Ja, Uri Geller! Nee, haalt ze hem weg! Sneed deze nou zelf weg? Ja! Ja, ze reed hem zelf weg. Wat zien we hier! Wat is dit voor spel? Oh, en dan weer Puk in de aanval! En het is al keten die ze! Ik ben helemaal lijp van jullie, ik kan niet meer! Opnieuw is het weer helemaal los! En wie weet die bal nou het beste beroeren, dat is de vraag. Ja. Welke slurf kan die bal het juiste tikje geven? Het lijkt toch alsof deze alpaca's een klein beetje dronken zijn. Nee! Waar is die meer, de Pythagoras? Waar is die Pythagoras? Ja, maar hoe doe ik die? Hoe doe ik die? Doe die bewusteloze Pythagoras, doe hem ouder! Helemaal terug in de wedstrijd! Ik wil helemaal terug! Nee, wie had dat verwacht dat de Pythagoras ook een eigen doelpunt kon opleveren? Wat een wedstrijd! Oh, ik ging er langs! Dit is niet normaal! Nee. Puk, red die Het is 4-3! Hoor de Keller! Wat een wereldgoal! Wat een wereldgoal! Het blijft spannend, jongen! Het blijft spannend, jongen! Ik snap hem steeds beter! We krijgen geen moment rust! Daar hebben we dat Pas Quirocus! Het gordeldier! Pas Quirocus, kom nog even het veld op! Het is ongelooflijk! Het gordeldier! Ik ben Nokkie! Marije, nog altijd op achterstand, maar ze is terug in de wedstrijd! Nee, maar geen seconde! Marije! Schoon! Wat een redding! En dan, Puk, dit moet hem zijn! Dit moet hem zijn! Daar gaat hij weer! Wat een wedstrijd, wat zien we hier! Spektakel. Het is niet normaal! En is het nee! Klaar. 6-3, 6-3. Wauw! Ja, het is nog nek aan nek, hè? Het kan nog allemaal. Ja, het is nog leuk. Ja, goed. Nek aan nek. Wat een goal weer! En dan wordt het doelsaldo ook nog van doorslag even belang straks. Is het al klaar? Ik ben wel klaar, ik En opnieuw het vraagteken, komt er opnieuw pas Quirocus naar zijn wereld te ver. Ik ben gespeeld, Het is niet normaal. Nee, dat gordeldier dat probeert toch weer de wedstrijd te beïnvloeden, maar daar is Marije met de 6. En we zijn weer terug. Oh, netjes. Het kan nog, De bal is rond.
We zijn weer terug in de wedstrijd. Hoe lang moeten we dit nog? Een minuut? We hebben hier weer een wedstrijd. En eroverheen! Wie verwacht dat? Niemand! Nee! Kijk, wie is er? Oh, ja. Open goal! Dit is ook knap! En het is een mini! Het is een mini! Nou, jongens! De Erectus tegen de Defectus. Marije, kan ze terugkomen tot 6-5? Dat is de vraag. Nog 50 seconden op de klok, Frank. Ja, het is gestoord. Wie kan voorspellen? Ik druk de dubbel aan! Ja. Marije voelt dat het uit haar vingers glipt. Oh, ja, het lijkt toch wel de finale klap te zijn. Ja, wat doe je er tegen, hè? Maar wat gaat ze eraan doen? Oh, de mega slurf Erectus! Het is een wisse weg! De ultra Erectus! Zo'n Erectus, dat heeft Puppet in de kool! Oh, het is gelijk Marije in de tegenstand. Ja, het is niet normaal. Het is niet normaal wat we hier zien. Marije, Ja, is ze dan nog terug in de wedstrijd? Ja, het kan nog. Oh, een vraagteken, wat krijgt ze dan? Oh, nee, ik ben weer mini. Oh, is ze weer mini? Is dit de loop? De loop. Oh, daar gaat. Ze neemt het onder de loep, maar weer die Defectus, de kleine en toch weer Erectus. Wordt het 9-5? Nee. Hou hem weg! Nog maar 13 seconden, Marije moet het straks in de slotwedstrijd gaan doen tegen... En wat een schot van afstand! Een geweldig schot van afstand nog. Goed voor het doelsaldo. Heerlijk. Oh, de Pythagoras! Nee. Op het laatste! Goal! Toch even die Pythagoras, nog even. Ongelooflijk. Wat een wedstrijd. Toch even, ja. Weer de neutrale toeschouwer als winnaar, Koen. Heel normaal. Echt. Ja. Wat een wedstrijd hebben wij hier gezien. Oh. Dit is echt. Dit is fantastisch. Wat een wedstrijd hebben wij hier gezien. 15 doelpunten in 5 minuten. Ja, dit is... Dat is 1 keer in de 20 seconden dat we op de banken staan. Is iemand constant. Goed, Puk. Je hebt het goed gedaan, maar je kunt helaas niet meer safe spelen. Misschien volgende aflevering. Laten we het hopen. Ja, Frank of Marije gaat dat nu wel lukken. Als Frank wint is het sowieso overduidelijk. Als Marije wint, dan gaan we kijken naar het doelsaldo. Bloedstollend spannend. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik zit vol in de focus. Meest prestigieuze potje alpaca-bal dat jullie ooit hebben gespeeld. Ja, dat weet ik zeker. Succes en probeer echt die Pythagoras. Ja. En de Erectus. Probeer ze goed te benutten. Kijk. Powershot? Twee keer ja, dat is die salto. Okay. Dat is die salto. Oh, is dat oké. Ik denk gewoon dat ik er omheen ga lopen. Maar jullie hebben wel een finale man. Zo, wat is dit dan? Wat is dit dan, joh? Wie is wie eigenlijk? Ik ben blauw. Ja. Oké. Wat is dit trouwens voor zieke map? Ik ben helemaal niet aan het opletten. Dit is de Fall Guys map. De Fall Guys lijkt het. De Fall Guys map, ja. En dan gaan we... Come on! Ik ben nog gelijk een beetje duizelig volgens mij. Oh. Marije, je hebt doelpunten nodig. I know. Marije moet winnen en met best wel wat doelpunten verschil. Ja. Dus Frank, die waant zich misschien bij. Nee, dit is toch. Dat is mooi, dat is 1-0. Ik weet ook niet hoe ik dit deed. Dat heb je wel lekker gedaan. Ja, maar ik weet niet hoe ik het deed, dus Frank, als je hem goed raakt... superkrachten. Ja, het is niet normaal. Het is niet normaal. Kijk hier zo, voorzet. Oh. Ja, maar kijk, dit is goed. Nee, dat heb je toch ook gewoon een beetje last van je nek, zou je zeggen. Wow. Oh nee, ik vind het toch wel bijzonder, die nekken zo. Probeer eens. Upside down, je Hey, maar jij bent nu... Oh. Marije, we moeten toch even een conclave met elkaar. Oh, kijk op. Wat was dat? Oh, wow. Ik moet zeggen, dit is wel de minst doelpuntrijke wedstrijd tot nu toe. Oh, kijk, ja. Ik heb het gevoel dat beide legends nog even moeten achterhalen wat ze het best kunnen doen in dit vernieuwde, dynamische stadium. Ja, er mag wel wat mee goals komen, jongens. Dit, ik vind het saai pot, man. Een beetje saai. Ik ga liegen voor jou. Ik ga wegzeppen bij deze pot. Je kunt veel zeggen, maar de wedstrijdjes die ik speelde waren wel... Jij hebt in elk geval voor spektakel gezorgd. Dat wou ik zeggen. Ja! 1-1. 1-1. Dit is spannend. Ja, dat was het. Alles kan. Marije, een echte finale. Grijpt haar laatste strohalm. Net jammer van dat blok hier. Dat ga ik even wegduwen. Oh! Maar moet je hier niet op de bal focussen? Oh, de Defectus. Zo, Marije. Wat ben je maar aan het doen, man? En de loop in combinatie met de Erectus. Dat moet toch een doelpunt opleveren, zou je zeggen? Marije. Nee, ja! 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 Hoi! Och. Hey Frank, joh! Ik moet even. Oh! Zo! Oké! Wordt het hier dan toch nog spannend? De strijd gaat los! Ja, Marije, het alpaca-vrouwtje! Kijk nou, ik ben een kip! Kijk nou! Wat is dit? Kipbal! Wat is dit? Denk ik dat, ik denk dat we dit de Defectus. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Dit is de Defectus. Zo, dit is echt de Defectus! Ja, die alpaca's zijn helemaal de weg kwijt. Ja. Wow! Nou, je zou maar een alpaca zijn. Messi! Ja! Frank, wat? 3-1 voor Marije!
tegen. Het wordt nog spannend. Ik denk dat Marije nog 3 doelpunten nodig heeft. Nee, come on. En dan is het gewoon Marije die zich hier safe speelt. Hey, Slotte, als ik jouw opstelling aan moet passen, moet je het zeggen. Ja, thanks. Dan kom ik langs, hè. Ran krijgt de bal niet weg uit zijn eigen alpaca doelmond. Oh, oh. En Marije probeert daar handig gebruik van te maken met die rode erectus. Een beetje een ontstoken erectus is het, maar... Hij is een beetje rood. Hij is een ontstoken erectus. Een beetje te lang... Bijna, het is bijna 4-1. Oh, dat is de Pythagoras! Nee! Nee. Oh. Marije, je bent wel echt goed bezig. Ja, dit is ik vind voorsprong. Het heel knap. Dit gaat goed. Het gaat heel rustig te werk. Ja, vind je? Het is hier bijna 4-1. Ja. Als je er nou even 6-1 van maakt. Ja, dan is het gewoon... Dan heb je hem afgemaakt. Jouw voornemens maakt Frank dichtbij een doelpunt. Het is moeilijk om richting te geven, hè, met die slingerboog. Oh, kijk eens. Oh, allebei knock-out. Oh, en wat heeft dat gordeldier dan toch weer voor een invloed op deze wedstrijd? Ja. Nee! Hoe zeg jij gordeldier? Gordeldier. Gordeldier. Is dat gordeldier? Ik zeg gordeldier. 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 Ja! Oh, 4-1! Oh, ja! Frank, wat is hier met jou aan de hand? Ik heb geen idee. Frank, wat doe je nou? Hoi! Ze moet nog 2. Als ze nog 2 scoren, dan is ze gewoon door. Hoe kan het nou, Benz? Hoe kan het nou, Benz? En dan gaat hij alweer. Frank is het helemaal kwijt. Maar rijden voor de 5-1 is het zo dat je... Ja! Oké. Het wordt weliswaar spannend. Lekker, Marije. Gaat Marije zuurveld, zeg je? Dit moet je vasthouden. Hé hey Frank, wat doe je nou, jongen? Op dit moment wint Marije. Is Marije safe? Inderdaad. Frank, je moet het nu echt ergens vandaan gaan halen. Ja. Met die blauwe erectus. Onderkoeld als hij is. De paal redt. Bijna een eigen doelpunt van Marije. Frank van de Slot, kan hij met die helm dan toch die bal de goede richting meegeven? Nee, dat kan hij niet. Nee. Frank alsnog. Nee. Stop. Top. Waar blijft die Pythagoras? Waar blijft die lepel? Waar blijft... Ik vind het wel teleurstellend, Frank, dat je niet zo tegen mij kon spelen. Ja. Heel jammer dit. 6-1, Marije, 7-1. Hou het vast. Een minuutje nog. Een minuutje vasthouden. Oh jee, daar gaat hij. Dan ben jij de lepel. De lepel van de Marije is 7-1. Hoe de Gallop. Shit, wat bizarre effect op mijn bal zeg. Wauw. 7-1. Frank is ook vol ongeloof nu. Hij is vol ongeloof. Hij denkt, ja. Ik heb het gevoel dat ik Levi de Weert aan het spelen ben. Maar jij is even hier weg. Frank, kom op, je hebt 2 goals nodig nu. Dit is een momentje hoor, dit is een momentje. Nog 45 seconden. Ja, daar komt er gewoon nog één. Kom op Marije, ik gun je dit zo. Kijk, het meest zorgwekkende is natuurlijk dat er ook geen kansen zijn voor Frank van der Slot. Mm-hmm. De loop. De loop. Gaan we daar iets mee doen? De hals, de nek. Die bal gaat gewoon weer naar het doel van... Je ziet veel eigen doelpunten, hè, vandaag. Ja. Oh, ja! Oh, maar kijk ook hoe fanatiek Marije is. Oh, de ultra-erectus! Gaat ie! Nee, en die bal valt bijna binnen. Ja. Frank van der Slot, nog 15 seconden, 2 doelpunten. Dan moet het nu gebeuren met die alpaca, die blauwe alpaca. Oh, joi, joi! Tegenover die ultra-erectus. Maar gaat het niet meer Nee, dit is klaar, hoor. Dit is klaar, denk ik. Hé, hey, Frank! Frank van der Slot! Hou dit vast! Het lijkt me klaar. Ja. Hey, Marije speelt zich safe door middel van alpaca-bal. Het is afgelopen! Wauw. Ongelooflijk. Wat een ontknoping! Wat hier gebeurd heeft. Ik, op het laatst, ik kan gewoon helemaal niks meer. Ik kon gewoon helemaal niks meer. Ik kon die bal schieten, maar... Marije zegt... Ik heb niet gevonden waar ik goed in ben! Ja, het was geen game, toch? Nee. Ja, kijk. En nu geloof ik er niet meer. Ja, nee, ik geloof er niet meer. Zij heeft het geoefend, hè? Ja. Frank, verwachtingen waren zo hoog gespannen. Wat is hier misgegaan? Ja, het is de wetten van alpacabal. Schaam je je nu? Ja, ik zeg... Maar ik snap het ook gewoon totaal niet. Hij van binnen haalt hij. Maar dit is ook Legends of Gaming, hè? Ja. Dit is ook Legends of Gaming. Apotheoses, spektakel, verrassingen. Alles kan. Marije, fantastisch gedaan. Feliciteerd, meid. Gefeliciteerd. Ja. High five speelt. Ja. Goed gedaan. Ja, goed gespeeld. Ja, wij gaan losers. Wij losers gaan door. Lekker, volgende keer. Thanks voor het kijken. En wat zeggen we ook alweer? Liken en subscriben. En vergeet niet de winactie. Vergeet niet de winactie op het Instagram kanaal. Want die wil je hebben. Want dit prachtige shirt met een gesigneerde bal. Ja. Midden op het shirt wil je hebben. Ja. Dus dat. Oké. Doei. Bye.